Welkom bij een nieuwe Kaffeekluts aflevering en vandaag zit ik hier met een legend, hoe we dat tegenwoordig zeggen. Niemand minder dan Kate Ryan. Hey. Potverdikke. Ik vind dat zot dat ik je heb kunnen strikken. Ja. Heel blij. Met plezier, maar je bent precies een beetje zenuwachtig. Beetje. Het is echt, ja, ik vind het zot. Ik ben mezelf zo, ik ben ook echt aan het zweten. Dat is niet nodig, dat dacht ik al. Nee. Dat is niet nodig. En de podcast is er. Het is niet nodig, echt niet. Met plezier, echt waar. Echt, ik vind het echt heel fijn. Ik vind het vooral echt heel zot. Echt waar. Ja. Ik ben heel blij. Dikke merci om hier te zijn dan vandaag. Dan ben ik ook content, voilà. Dus nee, ik ben echt heel content. Okay. Hoe ben je eigenlijk op koffies gekomen? Ah wel, ja, ik ben... Want jij bent hier al geweest, hè? Ik ben hier al een paar keer geweest. Maar vroeger woonde ik in de Kempen. Dat horen we. Dat nog horen, met een fantastische Kempense tongval. Maar ik ben de liefde gevolgd. We hebben in Mechelen gewoond, in Hombeek gewoond. Dus vandaar dat ik hier heel veel door de week wel eens passeerde en eens binnenkwam voor een koffieke. En nu wonen wij in Zemst. Wat nog kort bij is, bij Mechelen. Ja, dus, zeker. Ja, ik kom hier af en toe in en drinken. En jij vindt het gezellig, want je zei daar net ook, we zaten even beneden en dan zei je van ja, ik vind dat tof dat dat hier zo rumoerig is. Ja. Ik vind dat tof omdat ik als kind ben grootgebracht in een café eigenlijk. Beetje café/brasserie-achtig. Oké. Okay. En dat was ook constant rumoer en beweging en volks. En ik hou van volksheid. Zo. Het drukken, het mensen in beweging zien. Mensen zien genieten van een koffie of van een puntje bier. Of, ja, I love it. Ja? Mm-hmm. Maar een café-brasserie, dat was van uw ouders? Ja, ja. En waar mijn moeder was en mijn dat? Vader. In de Senderlo. Oké, dat is wat Limburg is eigenlijk. Ja, niet kortbij. Mm-hmm. En die hebben dat nu nog? Nee. Mijn vader en mijn moeder hebben dat samen gedaan. Van iets voor mijn geboorte tot mijn 6 jaar. Dan zijn mijn ouders gescheiden. En heeft mijn moeder dat eigenlijk alleen verder gedaan. Tot pak dat ik 1 jaar of 18 was of zo. Oké, en dan is hij gestopt. Ja. En wat heeft hij dan gedaan? Dan heeft zij nog een zoontje gekregen, mijn broertje, onze chef. Oké. Okay. Die is er nu 26 of 27 al, ja. Dus dat was een beetje een nakomer. Oké. Maar dat was plezant. Ja? En zeker nu, omdat ja, dat is echt 2 handen op 1 buik. En ik vind dat kei plezant. Ja? Ja. En is hij ook iets met muziek gaan doen? Of totaal niet? Totaal niet. Maar hij heeft wel een eigen zaak. Blue Phoenix CrossFit in Mol. Oké. En daar is hij zaakvoerder van. Een hele sportieve en een kei toffe. Ja? Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Nu wil ik die ook al eens ontmoeten. Ja, en een knappe ook. En hij is single? Nee, hij heeft een liefje en een heel tof kei. Dan houden we het zo. Oh. Dan houden we het zo. Allee, dus, maar dan schillen jullie onze toch chef. Wel wat. 14 jaar, hè. En jij vond dat als kind ook nooit erg? Nu, ik was altijd enig kind geweest. Als je dan ineens hoort van ja, je krijgt nog een klein broertje. Hè, dan besefte ook al wel op die leeftijd van oh fuck, alle aandacht gaat naar die kleine gaan en hallo, ik ben er ook nog. Dus je voelt dat wel even zo aan. Maar natuurlijk, als je dat boeletje in je arm hebt en je voelt dat je broer is, dan verandert dat. Hè. Dat was heel schattig eigenlijk. Ja. Allee jong, nu Kate Ryan. Uh-huh. Dat zeg is... maar Katrien, hè. Ja, ja. Wel, dat wou ik vragen. Ja, Kate, Katrien, dat is... Uh-huh. Een logische ding, maar van waar komt dan de Ryan? Kat, Kate, Rien, Ryan. Oh my god, zo simpel, zo simpel kan het zijn. Echt, ja. Ah, oké. Okay. Ja. Maar ik heb die naam, ik weet dat nog vroeger bij de platenfirma waren wij aan het zoeken. Oké, die naam is belangrijk, hè, want het moest internationaal zijn en het moest dit en het moest dat. En dan kwam er iemand van de platenfirma daarop, Kate, Katrien, Rien, Ryan. Waarom niet gewoon Kate Ryan? En ja, voilà, dat was het dan. 1+1=2. Ja. Oké, okay. Maar dat had ik eigenlijk helemaal nog niet bekeken. Het is echt heel, heel simpel bedacht. En jij dacht ook van, dat wordt hem. Ja, ik dacht, ja, dat bekt goed, klinkt internationaal. En nu, soms heb ik wel dagen dat ik denk, oh my god, ik had liever een andere naam. Ja, dat is ook zo'n beetje Kate Ryan, ja. Wat zou je dan zo willen? Ik weet het niet. Maar ja, dat is wie ik ben, hè. Ja, dat is goed. Ik vind dat kei tof, Kate Ryan. Wij zijn ook niks anders gewonnen. Ja. Ik denk dat het iets anders geweest dat we dat ook goed hadden gevonden. Ja, niet? Ja, tuurlijk. Dat is zo... Mm-hmm. Dat is wel... Maar nee, inderdaad, het moest internationaal zijn. Ja. Top, hè? Ja, ja.
Kate Ryan overal gekend. Voilà. Dat is toch wel... Nu, als ik u zou vragen van... Stel, jij moet morgen gaan optreden. Ergens, ik weet niet hoe ver weg. En die boeken nu maandag, vrijdag en dan terug de week erop maandag. Stel dat je dan in een ander land zit. Ja. Zou je dat dan erg vinden om zo ver van huis te zijn? Goh, nee, omdat ik eigenlijk van 2001 tot nu, ben ik altijd van huis geweest. Ja? Je bent niks anders gewoon? Ja, non-stop gewoon. Ik zit elk weekend wel in een ander land. Twee, drie, vier, vijf vluchten soms op een weekend. Van donderdag tot maandag. Dus ik... Ja, tuurlijk doe ik dat. Of, en vind ik dat niet erg, want ik ben niet anders gewend. Nee. Gaan te reizen en shows te doen. Dus heeft dat dan nooit zo'n gevoel gegeven? Amai, ik ben eigenlijk niet veel thuis. Ik ben hier dingen aan het missen. Tuurlijk. En laat dat net het moeilijke zijn voor mij, wat ik soms wel wat mee worstel, is door het feit van, oké, je kiest voor die carrière, wat ook wel belangrijk is. Maar ik heb in mijn twintigerjaren en in mijn dertigerjaren heel veel moeten missen. Hè? Het sociaal gegeven, het op stap gaan met de vrienden, de dingen die je doet. Ik heb heel veel nee moeten zeggen tegen vrienden. Wat ik nu wel besef is, door nee te zeggen, dat ik... alleen moet ik het zeggen? Ja, dat ik dat soms beter niet had gedaan, omdat... Ja, je mist dingen, je stelt mensen teleur. Er zijn bepaalde dingen in je jeugd dat je moet gedaan hebben. En dat heb ik niet gedaan. En ik heb gekozen voor mijn carrière. En dat pikt mij soms een beetje zo. Dat ik denk, domme. Ik had toen meer voor de vrienden moeten gaan. En voor de sociaal contact en tot gaan. En want dat is ook belangrijk in je groei als mens. Hè. Ja, tuurlijk. En dat heb ik wel wat gemist. Maar ik ben mijn schade wel aan den halen. Ja, echt? Ja, ik bedoel... Ik besef dat nu wel. En ik bedoel, ik ben nog in de vloer van mijn leven en ik voel me kei jong. En ik ben nog jong en ik ga nog graag weg en pintjes drinken en met mijn vrienden samen zijn. Dus oh, ik heb nog kei veel tijd om dat te doen. Sowieso. Hebben jullie dat ooit kwalijk genomen? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Er is wel één vriendschap die echt gestopt is door ook nee te zeggen van ja, het gaat niet, ik moet een promo gaan doen of gaan optreden. Door een trouwfeest dat ik moest missen van een van de vrienden. Ik vond het vreselijk om dat te zeggen, ja, ik kan niet komen. En het was een promoshow, tv-show, once in a lifetime, kreeg je die opportunity. Dat was heel moeilijk om nee te zeggen. Ja. En ik heb daar toch voor gekozen en achteraf bekeken, denk ik, doe me, ik had dat niet mogen doen. En die vriendschap is gestopt. Ja? Ja, en dat vind ik lastig, maar ja... Spreken we dan over lang geleden? Ja, dat is lang geleden. Dat is al zeker wel een jaar of 12 geleden. En dan neemt u dat op de dag van vandaag nog altijd kwalijk? Een beetje wel, ja. Oh, dat vind ik jammer. Ja, ja. Ik snap dat dat een grote gebeurtenis is in uw leven, maar ik denk ook dat er nog andere dingen zijn exact. Die tellen, toch? Ja, dat vind ik ook, maar ik snap het ergens wel. Ik snap het wel. Ja, ja, om daar zo'n vriendschap voor echt te beëindigen, dat vind ik heftig. Ja, ja. Moet toch zeer hebben gedaan? Ja, dat moet heel zeer gedaan hebben. Dat was het ook. Dat is niet plezant om te horen, omdat ik wel iemand ben die heel erg mijn best doet om voor iedereen goed te doen. En ja, dat hakt er dan wel in. Ja. Pas op, dat kan een valkuil zijn, hè? Ja, exact. Zo voor iedereen altijd... Ja, de goede willen zijn. Ja. Dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Er zijn er altijd die je moet teleurstellen of die niet goed vinden. Ik vind dat moeilijk, tot op de dag van vandaag. Want ik merk dat jij ook zo'n... heel open en sociaal persoon bent. Ja. En ik herken mezelf daar zo'n beetje in, ja. Omdat ik dat ook ben. Maar ik ben wel 3 jaar geleden met mijn kop tegen de muur gelopen. En ik heb dan gezegd, vanaf nu kies ik echt eens wat meer voor mezelf. En dat is ook nodig dat je dat doet. Want als je open bent en een gever en een deler, en een beetje allemans vriend willen zijn, wordt er ook wel snel van geprofiteerd. En dan heb ik in mijn leven heel veel meegemaakt. Van zelfs heel kort bij en... Van ook in de business gewoon. Ja, en daar wordt vaak misbruik van gemaakt. En, ja? En daar moeten wel uw grenzen aan tonen of aangeven. En dat heb ik wel moeten leren. Hoe merkte dat iemand bijvoorbeeld zo van u gebruik maakt? Door dingen die uitkomen, hè. Feiten. Gewoon echte dingen dat je managers die met je geld gaan lopen, niet eerlijk zijn. Oh. Lieven die niet eerlijk zijn. Allee, ik bedoel, soms zijn dat kleine dingen, soms zijn dat grote dingen. Maar ja,
ja, profiteren. Iedereen wil ook wel iets van u zo. Ja. Vooral als je bekend bent. Ik vind het ook altijd moeilijk, nog tot op de dag van vandaag. Hè, mensen willen bij u zijn. En dan vraag ik mij altijd af, ja, waarom wil die nu bij mij zijn? Is dat omdat ik een bekende kop heb? Of is dat puur om Katrien? Ja, de persoon die je bent. Ja, ik vind dat heel moeilijk om dat te, ja, in te zien. Of aan te voelen van, ja, wat willen ze nu eigenlijk? En dan stel ik mezelf liever veilig om te zeggen, ja, niemand komt er nog in van nieuwe vrienden, want ik, you never know. Zo. Tuurlijk, dat is een beetje muur, een muur dat je opbouwt. Is dat goed? I don't know. Maar dan denk je, ja, liever die muur dan, ja, pijn gedaan te worden. Of, weet je? Het is dat, want als je nu iemand nieuw leert kennen, dan zit het er wel altijd zo automatisch een beetje op je hoede. Zo van, exact. Is het wel is oprecht? Het wel echt? Ja, is het wel oprecht? Ja. Ja. Ik zou dat moeilijk vinden. Ik noem mezelf altijd emotioneel flexibel, omdat ik ben een heel passionele, een vurige. En dat is in het hoog, hè, in de hoogte heel goed. Maar ik kan ook heel laag zijn en donker zijn. Dat is een donkere laag die met mij mee reist, heel mijn leven lang al. En ik heb dat omarmd. Maar dat emotioneel flexibel zijn, dat emo zijn, uit zich ook soms in het laag. En dan kan ik echt ook huilerig en door kleine triggers helemaal van mijn lood zijn, ja. Prikkelbaar. En, maar ja, dat is wie ik ben. Hè. En laat het nu juist daar interessant zijn, in die lage bui, noem ik het dan. Omdat daar creativiteit zit bij mij. Ja? Het ene hoort bij het andere, sowieso. Dat kan niet los van elkaar. Dat is wie ik ben, dat maakt mij compleet. En in dat lage, in dat donkere, zit altijd zo... dat is nooit niet voor niks dat ik daar even gezeten heb. Ik leer daar altijd wel iets uit en daar zit enorm veel creativiteit. Dan. Ja? Ja. Ja. Oké. Okay. Dus laat dat maar zo gelaagd zijn. Ik kan er iets mee. Ja. Dat vind ik sterk, maar daar moet ik toch wel heel sterk voor zijn om daarin te kunnen overleven, in zo'n laagte. Ja, maar ik ben ook al een beetje ouder daarin, denk ik, als u. En dat komt nog, dat komt nog. Ja, ik vind dat een moeilijke. Trust me. Ja, ik vind dat echt een moeilijke. Maar het is goed dat je jezelf onderzoekt en dat je bezig bent met wie je bent en waarom doe je voor die dingen dit en waarom handel ik zo en reageer ik zo. Of, dat is goed. Ja, ik vind dat een moeilijke. Ik vind dat echt moeilijk. Ik heb echt pas 3 jaar geleden, niet totaal niet op schoolvlak of zo, maar echt met mijn kop tegen de muur gelopen. En in wat dan? En dat was eigenlijk geëindigd in een... Ik had een hele slechte relatie. Ja, dat een trigger is geweest. Zo even, dat is... Dat is een trigger geweest, maar ik heb altijd heel veel gesport. Ja. Ook heel veel nee moeten zeggen. Ook op heel veel ja gezegd, terwijl ik eigenlijk heel moe was en heel kapot was om iedereen content te kunnen houden. En met corona is dat weggevallen. En ik had ineens van alles naar niks. En dat was voor mij... Heftig. Dat was te groot. En dan ben ik echt... Dan was die trigger met een slechte relatie. Was dat weer gedaan. En dan was het voor mij helemaal licht een zeep. Ja. Echt ziek van geweest. Echt ziek. Echt kilo's eraf. Daar reageerde alles op mijn lijf. Dat was niet normaal. Dat was echt heel ongezond. Ja. En dan ben ik wel even met mezelf... Alleen met mijn kop tegen de muur gelopen. Heb ik een auto-accident gehad afgelopen zomer. En ik begin nu te merken dat dat aan mij weegt. Ik heb het in mijn vorige podcast, die eigenlijk na u gaat uitkomen... erover gaat. En dat ik nu mentaal begin te merken van dat wordt echt zwaar. En ze vergelijken dat met, je hebt 10 stopcontacten insteken. En bij u trekken ze niet één voor één die uit, maar de plons is gewoon gesprongen. Ja, en ja. Dat gebeurt af en toe. Ja, ja. En dat vind ik een moeilijke. Ja, dat is ook moeilijk. Ja. Dat je zo het gevoel hebt van, alles valt onder je voeten weg. Ja, en je kunt geen kant meer uit. Zo. Nee, en dat, iedereen wil er zijn. Verdoofd. Ja, en iedereen wil... Ik heb zo het gevoel dat ik zo'n bubbel rond mij heb. En mensen zijn wel tegen mij aan het praten van... Allee, oké, doe dat. En ik ben zo van... Dat is een beetje... Ja. Ja, ik snap het wel helemaal. Ja? Kun je zo wat Ik kan volgen? Mij daar ook in vinden. Ja? Ja, ja. Ja. Tuurlijk. Ik vind dat een moeilijke. En voel jij het gevoel dat dat nu aan het beteren is? Of nee, het gaat juist slechter? Of... Ah, wel, ja, want je zet er toch maanden, moeten uitkomen. Ja, hè? De afgelopen maanden heb ik zo terug een beetje zo van... dat ik het zo toch wel wat moeilijker had. Weer. Winter ook, hè. Zal sowieso toch een winter, die periode zit er sowieso voor iets tussen. Maar
ik mag mijn twee polletjes kussen met Jan en alle man daar rond mij loopt, denk ik. Dat is goed dat je dat beseft, want ik denk dat is vrienden, echt jongen. Echt waar. Ik heb... Is alles. Ah, wel, en alles, vrienden die ook gewoon zeggen van... Je vraagt daar raad aan en die gaan je niet sussen. Die gaan niet zeggen van, ah, maar nee, ja, je zegt goed beter. Maar die gewoon zeggen van... Ey. Voilà, nu over het laatst had ik een keuze gemaakt. En mijn beste vriendin, die was daar totaal niet mee eens. Die was ook echt kwaad op mij. We hebben daarover gebabbeld. Maar dat zijn echte vrienden. Omdat... En ik weet tenminste dat die eerlijk is geweest. Ik wil geen mensen rond mij die mij naar de mond praten. Nee, je wilt door iemand dat kan zeggen van, ja, ik denk er zo over. Daar zei je eigenlijk niks mee. Toch? Ja. Ik vind dat ook. Ik vind dat je zo iemand moet hebben bij je dat kan zeggen van, ik denk er zo over. En als jij er zo over denkt, dat is uw probleem. Maar probeer eens te denken, ook mensen. Daar leer je ook van, hè? Toch? Ja. Zo mensen die waar je mee in discussie gaat. En jij hebt een heel andere mening dan mij. Ja. En op het einde van dat gesprek is die mens helemaal gekeerd. En staat hij helemaal aan mijn kant. Dan denk ik van, je kunt wel zeggen van, je hebt daar gelijk in. Maar als je echt van niet overtuigd bent, dan draai je niet zo gemakkelijk. Ja, dat is waar. Maar jij kunt de mensen goed lezen. Heb ik al de indruk. Ik kan zo wel een beetje inschatten. Ik kan het wel zo een beetje inschatten, maar... Maar je hebt gelijk in wat je zegt, absoluut. Ja, ja, ik vind dat... Dat is een moeilijke... Echt je vrienden kiezen... Pff. Ja, en vrienden houden, hè. Dat is ook nog... Allee, ze kiezen, dat is één ding, maar ze dan nog houden. Want vriendschappen zijn ook relaties, hè. Mm-hmm. Allee, dat is... Ik vind dat ook een hele moeilijke. En los van het feit dat ik een bekende kop heb, dat maakt het misschien nog iets complexer of zo. Voor mij, voor hun. Maar voor u en voor iedereen eigenlijk, vriendschappen, dat is ook hard werk. En blijven... Dat is investeren. Investeren. En soms, je groeit samen op, maar soms scheiden je wegen en krijg je andere interesses. In mijn geval was dat ook, ze krijgen kinderen, ze gaan allemaal settelen. Ik zat nog totaal daar niet. Ik was nog volop op de trein, Kate Ryan, Désenchanté toen, ontploffing. Wow. Iedereen al kinderen aan het maken, ik volledig in een andere scene. Maar dat is ook oké. Ja, tuurlijk is dat oké. Maar dan, je komt dan terug samen en je hebt gesprekken en waar gaat dat dan over? Ja, over die kinderen, altijd over die kinderen. Ja, en op den duur voelde wij je een buitenstaander. En dat bedoel ik met, je groeit soms uiteen. En dan moet het onderhouden, hè. Van, hoe gaan we dat hier... Ja. Zorgen dat dat blijft met je. En dat vind ik wel ook een moeilijke opdracht. Of investeren, hè. Ja, ja. Maar interessant, hè. Een relatie in het algemeen is een fulltime job, zeg ik altijd. En dat kan zo tegengaan, maar de echte vrienden zijn er nog wel bij mij altijd. Voilà. En dat zijn er niet veel. Dat zijn er maar vier. Ja, ik kan ze op één hand tellen. En... Dat is al 25 jaar. 26 jaar, zoiets. Ja. Ja. Huh? Ja. Ah, wel, dat is iets waar ik niet in kan geloven. Ja. Hoe hard dat ik ook wil. Die kennen mij van voor mij bekend zijn. Yes. Ja, ik... Nee, ah, wel. Ik kan... Oei, nu ben ik kan... gewoon van u hier. Nee. Er is... We hebben hier een frigo staan. Dus ik heb nog, voilà, nog een koffie. Ik vind dat een moeilijke. Ik denk dat je op een gegeven moment dat je wegen echt helemaal scheiden. Ik wil niet zeggen dat je dat... Maar echt zo beste vrienden en goede vrienden. Ja, maar dat hangt ervan af. Wat is voor u een beste goede vriend? Wat is dat voor u? Ah, daar heb ik een goed antwoord op. Een goede en beste vriend is iemand die je niet dagelijks hoeft te horen. Dat kan wel zo zijn, hè. Maar niet dagelijks hoeft te horen. Niet wekelijks hoeft te zien. Maar wel maandelijks van beseft. Dat die er is er. Of zo is er, ja. Hij of zij is aanwezig. Akkoord. Maar dan, als dat uw ding is van een goede vrienden, dan kan dat toch perfect dat je mensen rondom u hebt waar je heel close mee bent en dat de wegen is gaan scheiden en dat je elkaar na x aantal tijd terug oppikt en dat terug kan matchen. Dat bestaat, hè? Ja, ik... Dus ja, dat is perfect mogelijk. Ja. Zie naar mij, ik heb zo. Ik heb ja, maar lang is het leven en ik spreek niet over maanden niet zien, hè. Dat gaat over jaren, hè. Mm-hmm. Dat wij geen contact hadden en dan terug elkaar tegenkomen van, kom aan, we gaan terug oppikken. En we hebben de draad terug opgepikt. En dat is gelijk nooit tevoren. Iedereen krijgt andere interesses. Maar als die kern gelegd is, die echte goede kern,
geloof ik daar toch in, ja? Ja, ik ben ook nu heel hard van het principe, en dat is echt nog niet heel lang, maar dat is dus sinds dat ik eigenlijk zo ben toegeklapt, 3 jaar geleden. Vertrouw alleen jezelf. Dat wil niet zeggen dat ik niet met mensen ga praten en mezelf niet ga openstellen, maar als er echt iets is dat er echt diep in hakt, dat is een trauma. Dat is een trauma eigenlijk. Niemand kan weten. Ja, dat snap ik, maar... Dan kan je daar ook niet over babbelen. Ik ben zo'n flap uit, maar dan kan je daar ook niet over babbelen. Ja. Dat is echt iets van, dat is van mij en ik ga dat op mijn manier verwerken. En dat kan effect hebben op vriendschappen, maar die gaan daar... Ik zou nooit vertellen. Ja, dat is niet zo goed, hè. Nee, dat is moeilijk, dat is een beetje moeilijk. Je houdt jezelf gevangen daarin een beetje. Ja. Dat is echt... Maar ik vind dat moeilijk. Maar dat wil toch zeggen dat er wel zwaar heeft ingehakt. Ja, want dat is echt... een beetje een trauma of zo, dat je daaraan over hebt gehouden. Uw lichaam en uw geest heeft een reactie gegeven van... Oh, maar dat heeft mij zo gepijnigd. En nu alle kleine triggers dat iemand geeft, gaat dat uitlokken in uw systeem. Dat is 100% exact. En dat moeten we wel toch proberen over te kunnen praten met iemand. Of... Ja, een hele moeilijke. Ja, ik snap echt, ik heb zo altijd het gevoel van, ik ben daar niet klaar voor. Voor het spreken, voor het te lossen. Ja. Maar misschien hoefde niet klaar te zijn en geeft dan nog wat tijd. Geef u zelf wat tijd, man. Ja, ik ben nog zo jong eigenlijk. Je bent een raas, hè. Ja, ik herken mijn eigen wel. Ik ben dan nog altijd. Van, come on. Maar dan toch zo'n klein hartje. En toch de bange kleine, hè, gesloten meisje. Dat weet ik helemaal. Maar geef de wijgen een schouderklopje, jongen. Geef de wijgen wat tijd. Ja, ik probeer gewoon nu meer te genieten. Tuurlijk, en dat komt wel, dat komt wel. Ja, ik hoop het. Natuurlijk. Ik ben ook zo jong, dus ja. Anders bel de man aan mij, dan ga ik wel eens mee op stap een paar pintjes drinken. En dan zal dat wel, het zal wel rap beteren. Deal! Amai, met u wil ik wel eens op stap. Ik denk dat heel plezant kan zijn. Daar moet je gerust van zijn. Ah, wel, ik ga eens mee met u. Jawel, is goed. Dat vind ik echt een goed idee. Goed, deal. Ik denk dat ik zo'n beetje een jongere versie van u ben. Zo de twintiger versie van u. Ja. Ik herken er mij zo'n beetje in. Nu, over jonger gesproken. Stel, je zou ook zo terug... 12, 13-jarige Katrien zijn. En jij zou tot de ontdekking komen van... Ik kan totaal niet zingen. Wat zou je dan doen? Wat zou Katrien dan gedaan hebben? Hoe zou je leven eruit zien? Nu, ik was als kind wel altijd heel creatief. Muzikaal, maar ja, pak dat dan niet had geweest. Hè. Ik kon heel goed tekenen. Als kind. En ik was heel erg gefascineerd door de kermis. Nee. Ja. Dus de café van mijn ouders lag op de markt in de Senderlo. En het was dan 3 keer per jaar grote kermis. En mijn moeder, dat was zo echt een marchand. Allee ja, mijn moeder is gestorven, garm zijn, maar ik kan er wel goed over praten. Mijn moeder was een heel volkse en een heel gemoedelijke. Zo, allemans vriend. Iedereen kwam bij Carino. Carino noemde ze aan de toog zitten pintjes drinken. Allee, dat vooral, lang vooral kort. Dus ik ben grootgebracht in het café voor een deel. En ik ging naar de kermis. En mijn moeder, wat deed die? Die gaf van alle kermismannen bonnetjes. Oké. Okay. En dan komen de mannen van de kermis, van de pintjes voor... Pintjes komen drinken. Hè? Pintjes komen drinken of spekmeieren komen eten. Oké. Okay. Al die bonnetjes kon ik op de kermis gaan opdoen. Dus ik zat constant in het Lunapark, of hier, of daar, of op de ponies, toen nog, en dat nog mocht. En ik was gefascineerd door die kermisgebeuren. En die, je hebt zo'n kameelrace met ballen. Ja. En hoe dat die in die micro's spraken, en ik vond het fantastisch. En ik wou eigenlijk een voorkraam. Nee, maar als kind. Ja? Omdat je kunt, dat is zo'n vraag, wat wou jij worden als kind? Ik vind dat een stomme vraag, omdat... Wat wilde jij als kind worden? Allee, wie weet eerlijk, dat, je wilt op de voorgrond staan. Dat wou ik als kind. Dus als ik niet had gezongen, had ik misschien... Ik ben maar aan het lachen, stil, hè. Ja. Op de voorgrond staan. Of een café gehad, waarschijnlijk. Ja. Of iets in de kunst wel gedaan. Van tekenen of zo, denk en ik. Als je nu zo'n voorkraam zou zeggen van... Dat zou ik hopen te hebben. Wat zou het zijn? Ja, dan zou ik een kamelenrace pakken. Ja? Een kamelenrace. Wel, dat is dus iets dat ik bijna nooit speel op de kermis. Dat is keileuk. Ja? Dan is het alleen maar voor in die micro. Ah, oh, de max.
Ja, toch zo wat dat micro gegeven, hè. Volks love it. Heerlijk. Ja, tuurlijk. Ah, de kameelrace. Ja. Of maar dan moeten ze paardjes, hè. Maar dan, dan is het zo'n driehoek zo gelijk bij bowlen. En je moet rollen en dan valt dat balkje en dan gaat dat zo verder. De max. En dan ting, 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 ting op zijn. Ah, wel, we zullen dat... Als het hier in Mechelen voor is, dat is een promise. We gaan naar de kamelenrace. Oké, ja. Oké, dat is goed. Dat is de zomer, hè. Begin in de zomervakantie. Ja. Moet lukken. Moet lukken, hè. Ja. Ik ben hier. Voilà. Ik ben hier bijna altijd. Dat is goed. Dus het is niet ver. Allee, jong. Nee, een voorwaaf. Een voorwaaf. Ja, dat een heel lelijk woord. Dat is ook. Maar ja, ik vond dat gewoon fascinerend hoe die mensen konden entertainen. En ja, ook weer dat volkse, hè. Ja, ja, je zit nu, er al voor, hè. Ik ben wel in de kermis terechtgekomen. in mijn leven. Dus de kermis heeft mij geleid, eigenlijk. Ik zal het zo zeggen. Mijn leven is wel een beetje een kermis. Wauw. Hoe dat? Ja, bedoel rollercoaster, privé en muzikaal ook. Hè. Dat is heel veel info. Veel beweging, wat ik ergens wel wil. Maar het gaat heel hoog en laag. Mm-hmm. En laat dat ook net mijn karakter zijn. Hoog, laag. Ja. Dus het is soms wel een beetje een circus in mijn hoofd. Maar... ja, voilà. Ja, jij lijkt mij zo'n hele bezige bij. Ja, ja. Zo altijd onder de mensen. Graag, het liefste. Maar ik kan ook heel lui zijn. Zo. Ja? Ja, ik kan ook heel lui zijn. En ik kan er ook wel echt van genieten, van eens niks te doen. En een goede film te zien. En vliezen dekentje en hapjes. Of toosjes. Of in de zetel snoepen. Snoepen, ja. Ja, ik hou van gezellig zijn. Ja, dus zo de kerstperiode vind jij ook tof? Zalig. Oh, ik ben fondue, met pannetjes. Nee. Oh, ik ben een kersthater. Oh, maar nee, daar verschiet ik van. Zo. Ja, maar... Heeft dat ook een reden? Ja, wel, ons mama... Wij hebben niet superveel familie, maar... Heel lang geleden toen... Vlak toen ik geboren was. Ja, nee. Dat is misgelopen toen. En wij zijn altijd met twee, want mijn papa, ik ben half Marokkaans. Papa is Marokkaans, dus ja, dat is sowieso wel niet. En mijn mama, wij zijn gewoon altijd met twee. En wij, dat begrijp ik. Die periode is zo, dat maar snel voorbij is. Ja, wel, maar dat is ook, ja, je wordt zo groot. Ja, dat ik ben niks anders gewoon. Jij kent niks anders, dus dan snap ik dat voor u zoiets is van, oh nou, hier gaan we weer. Ja. Laat het maar voorbij zijn, terwijl... Echt, als je daarmee opgegroeid bent. Bij ons was dat wel zo. Ja. Of allee, in de familie gewoon, de kerstboom, dat staat dan al van november, kende het. Voor de Sint, not done. Ja, ik durf. Ik hou van de gezelligheid. Maar ik begrijp kan dat snappen, u wel. Begrijp het. Als je het niet kent, dan waarom... Nee, zo in mijn eerste relatie, die papa en mama waren gescheiden, moesten wij naar de mama. En dan met gezin. Ja. En dan naar de grote familie met de mama. En dan naar de papa. En ik had vier feesten op mijn dag ineens. Too much. Oh jong. Too waar much. Ik altijd blij om ben is, ik heb geen kerstkilo's. Ik heb kilo's, maar ze zijn niet van kerst. Ze zijn van de pintjes. Och, nee, ja. Nee, dat vind ik... Ik snap het wel. Maar dus dat kan veranderen, want mijn ventje dat was ook nu geen kersthater, hè, maar wel meer neutraler. Mm-hmm. Zo van, kerstmis, ook niet echt bezig met die boom of met die pakjes. No big deal. Eerder dat. En ik heb die toch een beetje gedraaid. Ja? Ja, natuurlijk heeft een dochtertje van 11, toen was ze nog maar 5. En ik kom naar beun als grote kerst vanuit. Het eerste wat ik bij had als we gingen verhuizen, was mijn boom. Je moet mee. Ja, dat is het eerste. Mijn dozen, mijn kerstballen. En voor die kleine Mila was dat ongelooflijk. Oh, hier bij haar mama heeft ze dat natuurlijk ook wel. Maar we gaan hier ook kerst vieren of wat. Sure thing. En pannetjes bakken. Ja, fonduken. Dus je merkt dat nu wel. In die aanloop naar die kerst begint hij zelf al zo kaarsjes te zetten. Zeg, die boom, waar staat die? Dus... Die in bloed! Yes! Allee, dus dat kan. Ik, goed gedaan. Het is nog niet nee, verloren. Nee, het kan nog. Allee, misschien moet je jou ook zo'n grote kerstfanaat zoeken. Iemand die echt zijn huis en zo versiert van buiten en zo. Als ik zo voor u erg zijn. Maar jongen, als ik zo door de straat rijd en ik zie mensen... Echt chapeau al, want ik denk dan uw energiefactuur, maar bon. Die dan zo hun huis, hij is aan de buitenkant vol hebben hangen van die ledlichtjes. Dat zijn mensen die leven daarvoor.
Maar dan denk ik, ja, als ze daar gelukkig mee zijn. Hè? Doe, doe. Ieder het zijn, ik wat ze doen. Maar dan denk ik, dat contrast kan zo groot zijn. Ja, dat is. Maar ja, dat zijn mensen, hè. Dat is maf. Iedereen is anders en ieder doet wat hem zich goed bij voelt. Dat is, ja, ik vind dat echt zo. Nu, als klein kind, vond ik dat een moeilijke. Want je komt op school, en zeker in de lagere school, is dat zo, ah, wat ga jij doen voor kerst? Ja. Of ah, wat ga jij doen daarvoor? Of wat ga jij doen daarvoor? En dan al die kinderen begonnen te vertellen, en, oh, we gaan dat doen en de kerstboom staan. En ik dacht in mijn eigen, amai, één, daar staat een kerstboom, what the fuck? Hang je daar ballen in? Hang je daar lichtjes in? Ging jij dan soms liegen misschien om mee te spelen? Oh, dat zou ik weet niet, ik kan me dat precies niet meer herinneren, maar... Want ik zal wel kunnen gezegd, dat je denkt... Ik zal dat wel zeggen van, ja, bij ons ook, voor er vanaf te zijn. Ja, ik denk dat dat wel zo geweest gaat zijn. Niet dat ik me dat nog keigoed kan herinneren, maar ik denk dat... Tuurlijk, ik ga niet als enige zeggen van, nee, ik niet zo. Allee, nee, ik denk dat ik ook wel heb gezegd van, ah ja, ik ga eten met mijn mama en gezellig of zo. Allee, ja... Ik vond altijd zot nu mijn mama. Wat ik wel heel leuk vind, is nieuwjaar. Dat vier ik echt... Dat is voor mij het van het. Ik heb daar altijd veel te hoge verwachtingen van, ik ben elk jaar heel teleurgesteld. En hoe heb je dat vroeger dan ervaren als kind? Mijn mama was vroeger... Die heeft gestudeerd voor binnenhuisarchitecten. Ah ja. Die heeft dat uiteindelijk nooit gedaan. Ja. Maar die heeft altijd bij woningbouw voor Elst gewerkt. Ja, zegt me iets. Dus ja. Die is daar op een gegeven moment mee gestopt. Om een heel verhaal kort te maken, is er mee gestopt. En die had toen even geen job. En die moest bijgaan klussen. Bij de over ons, waar wij wonen, was een traiteurzaak. En die hadden twee zalen. Die waren met nieuwjaar altijd uitverkocht. En daar was altijd volk. Dus mijn mama moest met nieuwjaar altijd werken. Dus kleine Kiara ging eigenlijk altijd naar vrienden van ons mama. En ik vierde dat daar. En daar was het feest. Voilà, en daar was altijd heel veel volk. En dan tegen 11 uur kwam mijn papa mij daar halen, bij die vrienden. En dan gingen we naar het vuurwerk samen in Mechelen. Ah, zie, dat is toch... Dat is en dat is bij mij... Positiviteit, dat je daar... Ja, dat is bij mij zo. Dan mijn nieuwjaar was dat altijd. En dan zo, tot mijn 14, 15, altijd niet in dat vuurwerk gaan zien met papa. En dan mocht ik voor de eerste keer weg met vrienden. En dat was... Allee. Dat is altijd fun, hè. Oef, gelukkig. Ja, dat is goed gekomen. Het is goed gemaakt. Nee, maar... Nee, jij liever kerst dan nieuw? Nu, voor mij nieuwjaar... Als kind was dat bij mij ook wel zo. Naar de familie en dan vuurwerk. Als mama moest het dan ook altijd kunnen aansteken. Dan was ik altijd bang, weet dat nog. Die stak dat zelf af? Die stak dat zelf af als moeder, jong. Dat was geen gewoon. dus... Dat was ook zo. Dus ik heb mijn kerst en mijn nieuwjaar goede herinneringen. Maar vanaf dat ik ben beginnen zingen, is... ik was altijd weg, hè, mijn oudjaar. Ook daar, het vriendschap gebeuren. Op stap gaan. Allee, nooit gedaan, want ik was altijd aan het optreden. Of het gebeurde soms wel eens dat ik vrienden meenam naar Spanje. Of als het hier in België was, dat we dan bleven plakken na de show of zo. Ja. Maar meestal... Ja, was dat gewoon show doen om 12:30 of zo, hè, vlak na het grote moment. En dan, bedden of zo. Twee uur. Ja, triestig, hè. Ja. Dus ik heb dat mijn nieuwjaar dan weer, zo van, oké. Het is een dagwissel als een ander. Ja, nu, dit jaar heb ik ook in Genk gestaan, Limburghallen, 3000 man. En ja, je moet dan om 12:30 zingen. En het was live met een drummer en een heel gedoe, maar plezant. En ja, je hoort ze aftellen op de achtergrond. Ja, en je zit dan in die kleedkamer. Ik kan al niet echt drinken voor ik opga, want dan kan ik mijn focus niet houden. Dus ja, je zit daar dan zo. En dan heel die catering, zo flessen gevuld. En dat longt dan zo van, nee, het mag niet, ga niet. En dan zo, 10, 9, 8. Allee, gelukkig nieuwjaar. Allee, nog een 30 minuten en dan gaan we zingen. En dan gaan we spelen. Allee, en dan natuurlijk krijg ik een energieboost van op dat podium te staan. Maar dan is de moment al voorbij. Ja. En dan heb ik zoiets van, het is niet... Ja, happy new year. Maar we zijn dan nog even wel gebleven. Puntje drinken. Maar voor mij is dat minder een ding of zo. Ja. Oh, dat is wel jammer eigenlijk. Mm-hmm. Ik vind echt altijd... Maar ik zeg het, ik heb daar veel te hoge verwachtingen van. Dus ik ben altijd teleurgesteld. Ieder jaar opnieuw ben ik altijd teleurgesteld. Omdat het just niet is, of wat? Ja, nu ook. We gingen dan hier met nieuwjaar nu naar de grote markt. Er was al geen vuurwerk, want het was ik weet niet wat aan het waaien. Dat vind ik dan al jammer, maar ik snap dat dan ook wel. Allee, alle respect voor. Er zat daar een DJ, dat dan... Maar misschien ben ik daar te oud voor geworden of zo, maar dat dan zo... Nee, wacht, hier laat me uitleggen. Je hebt zo'n 15, 16-jarigen die daar staan te springen op een... Go, is it, go, is it. En dan denk ik in mijn eigen van...
speelt een Desenchanté of zo. Nee, snap je? Dat je zoiets zit van, dit is niet meer mijn ding. Dat is loeie hart en En ik dacht in mijn eigen van, maar jij bent nog zelf zo jong. Ja, en toch maar denk ik dat wel. Ik begrijp het wel. Ja, tijden veranderen ook en ja. Ja, mijn avond op zich was kei tof, jonkies, hè, maar... De echte jonkies en dat is... Maar ik gun niet dat, ik bedoel, ik ben ook het ooit is, zo jong. Allee, ooit. Ja, het is ook... De muziekgenre is heel hard veranderd. Ik vind ook, dat ik merk zo... En mijn publiek is heel jong en ik blijf ze wel overtuigen en dat vind ik wel een enorme kracht. En dat doet mij heel veel deugd en plezier. Maar je merkt wel, je kunt niet lang meer boeien zo. En DJ's ook vooral, vind ik. Hè. Ze moeten constant van de ene mix in de andere. Hè. Ik heb met Average Rob ook Locus een feest gedaan als guest. Dat is bam, bam, bam. Van de ene song naar het andere jumpen. Naar I am not your Casanova. Naar R&B. Naar, allee, waanzin gewoon. Net sky ertussen. Ja. Allee, dat wisselt enorm. Dus dat is echt wel woe, heavy, hè. En ik heb mijn show ook wel een beetje zo gemaakt nu. Met een nieuwe show. Dat het rapper verschuift. Dat je ze kunt blijven boeien. Ja, dat is, je moet je publiek kunnen lezen. Hè? Je moet kunnen weten wat ze goed vinden. Ja. Wat doe je dan als je het daar niet mee eens bent? Als je zoiets hebt van, nee, ik wil toch mijn goesting doen. Ja, dan doe ik mijn goesting. Hè? Ja? Natuurlijk. Ah, wel, dat vind ik chapeau. Want niet veel artiesten zeggen dat. Die zeggen van, ik kijk naar wat het publiek goed vindt. Want anders raak ik wat fans kwijt. Of, ja, nu, ik ben er ook nog altijd wel mee bezig. Hè? Maar en wat ik net zei, van ja... Je past je show een beetje aan, omdat je weet welke bepaalde dingen werken. Hè? Mm-hmm. Er zit bijvoorbeeld in Desenchanté nu, er zal er zeker zijn die zeggen, oh no, don't touch it, hebben een refrein halftime gedaan. Dus dan is dat zo'n beetje vettiger en dan de mensen verschieten dan zo, of de jongeren verschieten van, wow. Maar dat heeft wel iets, want dat is wat ze allemaal naar luisteren. Dus dat doe ik dan wel omdat ik voel dat werkt. Maar als ik doe wel mijn eigen zinnetjes, hè. We moeten blijven doen, dat vind ik wel. Ik vind dat het karakter van de artiest niet mag aantasten. En mijn nieuwe show nu, The Ultimate Seduction noemde het. Dat is, ik weet niet of je die plaat kent van vroeger. Dat is echt zo'n houseplaat van vroeger, The Ultimate Seduction. Die heeft Parlando zitten met een intro. En het is veel donkerder, mijn show. Beetje melancholischer. Ja, hoe dat ik ben eigenlijk. Altijd even blije Kate is er niet meer of zo. Het is meer matuurder, donkerder, een beetje housier, een beetje meer techno, een beetje meer... Oh ja, graaf, okay. Graaf. Ja, je moet maar eens komen zien. Hè. Ja, ik wil dat met heel veel plezier. Het is heel, heel opzwepend. Als je in de buurt bent, laat me weten. Heel clubby. Oké, okay. Ja, dat wil ik wel eens... Je met heel veel plezier. Allee. Kameraad, ik zal het laten weten. Cool. Oké, tof. Nu, als je zo'n show start, wat is zo'n ding dat je altijd op voorhand doet? Zo'n typisch ritueeltje? Een ritueeltje? Meestal... eigenlijk altijd. Ik kan niet liegen. met mijn backings en Monique en Chantal gaan met mij altijd overal mee naartoe. En voordat wij opgaan, drinken wij altijd zo een heel klein shotje bruine rum. Ja, dat is niet te zuipen, hè. Maar, klak binnen. Klak binnen. Ik wil niet het slechte voorbeeld geven, maar klak binnen. En dat heeft ook medische redenen. Oké. Okay. Mag ik mezelf wijzen? Dat heeft ook medische redenen. En dat is effectief wel zo. Als je bijvoorbeeld wat hees bent, of je stem klapt dicht, of je hebt, whatever. ik ben mijn eigen het weer aan het wijsmaken dat medische redenen heeft. Dat verzacht. Allee, ja. Oké. Okay. Dus, maar zo, een bodemje, hè. Ja. Een bodemje, klak binnen en we kunnen er tegen. Dat doen we eigenlijk altijd. Is dat? Ja. Dus altijd als je zo, stel ik zou je boeken, dan moet er een fles rum klaarstaan. Ja, dat staat er met een rider. Ja. Bruine rum, staat er nog op. Handdoeken, wat, snoepjes, wat, gezonde dingen, broodjes, flesje cava, wat pintjes. Oké. Okay. Niet nee. Geen decadente, mooie champagne. Oh, no. Ja, je hebt er, hè. Ja. Gitter, hè? Dat denk ik al eens. Ik profiteer toch niet zo, maar... Nee. Daar spreek ik me dan ook niet over uit. Nee. Oké, rum. Dus als ik mijn stembanden wil openzetten... Maar
Dan moet ik rum drinken. Niet zo, hè. Dat, hè. Want... Ik ben eigenlijk over het algemeen niet zo'n drinken. Ah, nee, dat is goed. Allee, ik kan wel drinken, hè, ja. Maar ik ben veel te rap zat. Ik heb geen tolerantie. Maar je hebt dat in principe ook niet nodig. Hè? Je hebt goede mensen rondom je. En ik kan me zeer met perfect goede zonder. Goede muziek is alles. Hè? Als je de juiste platen hebt en de juiste mensen rondom je, ben ik van overtuigd, heb je eigenlijk niet zo heel veel alcohol in je body nodig. Als ik op een feestje ben met shit muziek, dan blijf je daar meestal geen half uur. Ja, ja. Echt niet. Dat is, alleen jongen, ik ga me ook niet amuseren op iets waar ik de muziek niet goed vind. Nee, dat vind ik niet. Nu, mag ik u eens een heel diepe, iets heel diep graven? Bring it on. Uw genantste gebeurtenis. Oei, ik bring it on. Genantste gebeurtenis? Ja, privé of in de show, dat je echt denkt van, dat wil ik echt nooit meer meemaken. Of bij die mensen wil ik echt nooit meer over de vloer komen. Dat kan ik niet direct zeggen. Daar ga ik even over nadenken. Dat komt ze biedt wel binnen. Kan ik niet zo instant, want er zijn er zeker... Dat ga ik zo biedt misschien als ik er terug denk op kom. Denk er zo over na. Ja. Nu, dan gaan we verder. Stel, je bent op vakantie. Mm-hmm. Je spreekt de taal daar niet. Ja. Wat is de grappigste taalfout die je al zoiets hebt gemaakt met iemand? Zo, dat je zo zegt bijvoorbeeld van... Ja, I want l'opition, maar dat is nu een kei zegt. Ah, ja. Lopla. Snap je? Zo, dat. Maar wij, in onze familie en in de vriendenkring, doen wij altijd dat. Wij doen dat eigenlijk expres zo fout Engels praten. Oké. Okay. Dus ja, wij zeggen zo heel veel in campus, ja, dat zie je wel niet. Ja. Dat zie je wel niet, dat doe ik niet, dat zie je wel niet. Ja, you see that from here. Allee, zo dat, dus zo spreken wij de hele letterlijke tijd. Letterlijke vertaling. Dus dat is voor ons normaal of zo. Is ja, dat? Ja, ja, ja. Ah, lachen. Ja. Ik vind altijd heel plezant. Ik ben zelf rot slecht in Frans. Ja. Dus als je mij dan Frans hoort praten, dan die lachen daar altijd mee. Toch. Maar je zou er dan verschieten hoeveel dat ik mee kan zien van Franse teksten. En dan denk ik van, maar je Frans is helemaal zo slecht niet. Maar dat is fonetisch dan. Dan ben ik ook wel zo... hoe lang dat ik bijvoorbeeld je suis saison heb gezegd. Je suis saison. Is het echt? Ja, echt waar. Maar ja, het is je, hè. Ja. Ja, echt zo van die dingen, hè. Luistert, als jij dat zo voelt, hè, en dat klinkt in je kopje goed, hè. Dat is Emma, jongen. Hoe maakt dat uit? Je suis, ja. Denk je dat de mensen in Polen weten wat ik aan het zingen ben met Désenchanté? Want die tekst, ik weet niet of je die vertaling al eens gelezen hebt van nee. Over wat gaat dat eigenlijk? Ja, dat is een hele heftige tekst. Is dat? Als in zwaar, hè. In de laagste... Ja? Ja, ja. En ik zit daar soms in dat. Dus het is... Dat is het mooie aan dat nummer. Omdat het is heel opzwepend. En het heeft wel iets melancholisch sowieso. Maar ook iets opzwepend. Iets blijg. Hè? Ja. Maar eigenlijk zijn dat aan het zingen over een grote teleurstelling. En over heel diep zitten en er nimmer uit komen. Wij staan daar allemaal op te springen, ja. Dat het niet normaal is. Als ik mijn gsm mag nemen, ga ik hem u voorlezen. Dat is goed, doe maar. Oei, dat is echt zo diep. Dat is echt zo diep. Nu, ik kan het nu zo ook wel vertalen, maar ik wil het gewoon... Ik heb dat hier ergens opgeschreven. Dat ik... Allee, jong. Ja, als wij dat doen op een feestje, is dat allemaal... Ah, wel, ja. Désenchanté. Misschien moet ik het maar niet lezen, want dan denkt hij al... Oh my god. Nee, dat is goed. We spullen ons bij. Kom dat op. Dat zet kracht bij... wacht, hè. Nee, dat is bangelijk. Hè, dat ik denk dat niet veel mensen dat weten. Ah, hier hebben ze. Oh, spannend! Spannend, hè? Echt accepteren. Nu, dat is hier en daar wel wat letterlijk vertaald, ja. Maar... Echt, al die... Ja, dat cookies aanwaren en zo. Oké. Ready? Yes. Dus. Zwemmen in troebele waters. Van de volgende dagen hier op het einde wachtende zijn. Zweven in de te zware lucht van het bijna niets. Naar wie moet ik de hand uitsteken? Wie kan me helpen? Als ik van grote hoogte moet vallen, hoop ik dat de val langzaam zal zijn. Ik heb geen rust gevonden, behalve in de onverschilligheid. Toch hoop ik de onschuld terug te vinden, maar niets betekent iets en niets kan nog. Alles bestaat uit chaos om mij heen. Al mijn idealen zijn gebroken woorden.
En ik zoek een ziel die me zal kunnen helpen. Ik behoor tot een generatie die uit de betovering is gerukt. Die is ontluisterd. Wie zou me kunnen verhinderen om alles te horen? Wacht ze. Wie zou me kunnen verhinderen om alles te horen als het verstand ineenstort? In welke moederschoot kan ik veiligheid vinden? Wie wil er ons binnen in zich wiegen? Als de dood een mysterie is en het leven niet zachtaardigs heeft, als de hemel een hel heeft, kan de hemel me snel verwachten. Zeg me hoe ik dit aan moet pakken in deze tijd van tegengestelde winden. Niets betekent meer iets en niets kan nog. Amen. Doe dat allemaal. Alsjeblieft. Mijn hart, nu echt waar, als ik het zo... Want ik kan het wel vertalen, uiteraard. Maar als ik het zo lees... Mijn hart klopt daar heel snel van, omdat... Dat is een ongelofelijke tekst. Hè? Ja, dat is niet normaal. En ik voel... Ik zit daar soms. In die zwaarte. Ja. En daar staat iedereen dan op te springen. En dat is zo... Dat is dat ook wel het mooie. Dat daarin. Ja, ja. Dat is zo... De kou. Tuurlijk. Maar dat is poëzie, hè. Dat is een pure gedicht. Ik dacht van... Dat is poëzie. Ja, dat is zot. Dat is... Waanzin. Ja. Dat is pure poëzie. Ten top gewoon. Ja, ik vind het zot. Prachtigheid. Ik had er nog nooit zo bij stilgestaan. Ook niet. Now you know. I'm sorry. Amai, dat is eigenlijk zot, hè. Hoe kan zoiets diep, zo hard... iets positief betekenen bij een individu. Ja, maar het is ook de melodie die troostend is, hè, voor mensen. Hè. Het is het nummer heeft iets dat samenhorigheid creëert. Van, kom aan, we gaan dat nog eens allemaal meezingen. Dat doet iets met mensen. Dus je moet dat niet per se snappen of zo. Hè. Want vroeger, als ik jonger was, in welke moederschoot of wie zal mij wiegen, ja, daar zijn we niet mee bezig. Maar na veel bagage te hebben, na zoveel jaren, heeft dat ineens wel meer betekenis. Maar als er mensen zijn die dat niet begrijpen of met een tekst niet bezig zijn, is dat ook goed. Hè? Ja. Het blijft een topmelodie. Ja, dat is echt een knaller. Los van dit. Maar ik vind het wel eens leuk om dat eens te lezen, dat je weet van wow, dat is wel... Ja, dat is wel inderdaad een heftig tekstje, ding. Ja, dat is inderdaad wel... Maar ik vind dat heftig. Uh-huh. Ik vind dat echt wel heftige woorden ook. Exactly. Oh, jong! Ja. Ik ga echt helemaal anders naar luisteren. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is waar. Maar nu, het is eigenlijk bij mijn junior Euro, wat ik al zeggen, maar het is bij Eurovisie nu begonnen. 2006. Halve finale. Shut dat door. Ja. Ja. Shut that door. Dat is zo'n leuk lied. Ja. Ja. Dat is ook alweer even geleden. Hè. Maar als ik terugdenk aan die preselecties van Eurosong, ik vond dat heel plezant. Mm-hmm. Ik heb nu vorige zaterdag opgetreden op de afterparty van Eurosong. Gustav is gekozen. Content van? Ja, want het is een van mijn vrienden, dus daar ben ik wel blij om. En mijn twee backings zingen ook bij Gustav. Die twee dames? Al, ja, ja. Dus dat is wel tof dat dat zo'n teamkin is. Hè. En ik stond daar en ik voelde die spanning zo terug van die selecties in 2006. Kun je daar nog zo helemaal voor de geest halen? Ja, 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 echt wel. Ja? Dat was, ja, en ik vond ook vooral zo... naar mijn gevoel, onder de collega's, zo onder elkaar, ik vond dat niet echt een strijd of zo. Natuurlijk, het blijft een wedstrijd. En als je echt dichter bij het einde komt, heb je wel zoiets van, ja, nu wil ik het echt wel winnen. Maar dat was heel gemoedelijk, vond ik. En spannend ook en plezant. Ja. En dan ineens, ja, winnen dat, hè. Wat gaat er door je heen dan? Dat is toch crazy? Ja, tuurlijk. Oké, ik ga naar Athene, alright. En dan, ja... Komt er heel veel op u af, hè? Ja. Dat was een fantastisch gevoel, jong. Dat is toch zot? Ja, 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 dat was heel plezant. Wel heel druk en heel veel stress. Heel veel dingen moeten. Heel veel dingen gedaan tegen mijn zin ook. Dat ik niet wou doen, maar dat ik toch heb gedaan. Als in mijn act veranderd, dit veranderd, dat aangepast. Ik vond het goed gelijk het was. Maar dan, iedereen begint te moeien, hè? Want iedereen wil daar een stukje van. Iedereen wil een stukje van u.
En dat bedoelde ik daar straks ook van, ja, als je een gever bent en je wilt iedereen content stellen, dan gaat het in het rood. Hè? Ja. Dan iedereen pakt van u iets. En dat, daar heb ik mijzelf pijn gedaan, eigenlijk, met dat te doen. Ja. Weet ik. Een beetje mijn logisch ziel. Logisch ook, hè. Een beetje blootgegeven, ja. Ja. Nee, ik snap dat wel. Ja. Maar los daarvan was het een ongelooflijke ervaring. Ik zou het direct terug doen. Ja? Ja. Met de ervaring dat ik nu heb en de kennis van alles, van het leven, van showbiz, van artiesten zijn, van muzikale kennis, van op het podium te staan, de ervaring, met al heel dat pakketje samen, nu terug. Ja, man. Maar mag dat niet? Mag je, stel dat ja. Je nu had ingeschreven voor Eurosong. Maar ik had mij ingeschreven, hè. Dus ik had drie songs had ik geschreven. En ik dacht, dus je moet dat insturen voor een bepaalde datum. En VRT kiest dan artiesten eruit. En die zaten dan nu, vorige zaterdag, met 8, geloof ik, in die selecties. En Vlaanderen kiest dan, samen met de vakjury, wie er gaat. En ik had mij ook mee ingeschreven met 3 songs. Maar ik ben daar niet in geselecteerd. Wat niet erg is, hè. Ik dacht, you never know. Hè. Ja, tuurlijk. Dat zou toch bangelijk zijn, dat je gewoon... Ja, maar ja, ik heb mijn kans al gehad, hè. Maar ik ook, moesten ze me vragen, zou ik het wel terug doen, ja. Ja? Zou je gaan met iets nieuw of zou je gaan met iets zelf bestaan? Ja, dat moet met iets nieuw, hè. Je kunt het nog niet coveren, hè. Oké. Dat wist ik zelfs niet. Met iets nieuw, uiteraard. Ja. Ah, wel, ik heb een beetje gedeekt in het verleden. Mm-hmm. Wat iets... Je hebt al wel wat om in te diggen, hè, bij mij. Ik heb iets gevonden dat ik denk dat niet veel mensen gaan weten. Curieus. En dat is dat jij een liedje hebt uitgebracht met Avicii. Ah ja. Ja. Holy shit. Heb jij Tim echt ontmoet? Ik heb die ontmoet. Ja. 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 Eigenlijk een toevalligheid. Hè? Want ik heb mijn eerste albums opgenomen in Zweden. Allee, vanaf mijn tweede album eigenlijk. In Stockholm. En wij zaten daar in een hele grote studio. Waar 's middags altijd iedereen samen luncht. Aan een heel grote tafel. Een beetje gelijk hier beneden van sfeer. Maar dan zo, volks ook weer. Ja. Gezellig. Iedereen samen. Beneden koffieke drinken. En ik was daar aan het opnemen en aan het inzingen. En mee die producties aan het doen en zo. En wij zaten aan die tafel. En daar zat ook een gast met een klaksje zo. Heel timide. En we begonnen te spreken met de producer en iedereen die er rond zat. En dat bleek dan Tim Burke te zijn. Wow, Avicii was nog geen sprake van. Hè. En aan de klap geraakt en dit en dat. En is mee komen luisteren naar wat hij aan het doen was. En hij bij mij komen luisteren. Who Do You Love, denk ik, dat ik aan het inzingen was. Van een album, een nummer. En my good work en lalalala. Contact gelegd met de manager. En... hebben wij eigenlijk een maand later terug afgesproken in die studio om samen iets te maken. Omdat ik wel in hem geloofde en ik dacht, dat is echt een talent, je gast, je kan iets. Een hele timide, lieve gast, heel sweet. En dan hebben wij Runaway geschreven en opgenomen. En dus dat was gedaan en dan kwam het gevecht. Ik ging naar de platenfirma, Universal was aan een tijd, en de Patrick was een baas. Zeg, Patrick, jongen. Dat mijn album ging uitkomen. Ik zeg, deze Runaway moet echt op die plaat. En daar wil ik dit of dat voor laten vallen. Hè, want het was allemaal 12 songs of zo. Deze song moet er echt bij. Ja, zei Patrick, wie is dat Tim Burke? Wie is dat? Wij kennen die niet. Hè? Zo op zijn Antwerpen. Wij kennen die niet. Ik zeg, Patrick, jongen, dat is een toptalent. Die gaat het maken. Trust me. Allee, een heel gevecht. Stond het op het album Runaway. En 2 jaar later, of zelfs een jaar later, Avicii, boom. De wereld in. De wereld in. Hoe cool is dat? Jij kunt zeggen van, op het moment zelf was dat eigenlijk nog een nobody, maar totaal niet wat dat het nu is. Ja, ik heb dat gevoeld. En wat voelde jij bij mij? Wat gaat er komen? Wat gaat er nog komen? Door een stomme toevalligheid eigenlijk, met elkaar aan de tafel te zitten, is dat... Tof is dat. En daar ben ik heel fier op. Daar mogen we echt trots op zijn. Dat is ook een hele goede song. Heel Avicii eigenlijk, ja. Ja. Nu, we hebben dat uitgebracht, dat single, dat heeft nooit iets gedaan. Dat heeft niet... Ik vond dat ook dat dat weinig
streams hebt, als ik dat zo zeg. Dat is zo. Dat is niet erg. Ja, maar ik heb dat seks nog geluisterd lied. Ik vind dat wel een goed lied. Mijn stem mag nog wel octaafje horen. Nee, omdat Een paar flesjes wijn en... Die rum. Een paar flesjes rum later. Nee, dat is niet waar. Maar... Dat vind ik echt, dat is iets waar je heel trots ook op mocht dat zijn. Dat zijn een van de dingen waar ik trots op ben. Nu, dat is een vreselijk verhaal voor hem, hoe dat geëindigd is. Ja, in de documentaire op zich. Ja, heb je het gezien al? Ik heb het gezien, maar wat ik altijd vind bij documentaires is, dat wordt naar iemand zijn hand gezet. En het feit dat dat naar iemand zijn hand werd gezet, dat ik dat heb gezien en dat dat mij toch zo heeft geraakt, wil zeggen dat als ik het echte verhaal zou weten, dat nog 10 keer zo erg zou zijn. Dat is altijd. Bij een documentaire is het filteren. Hè? Je kunt ook die mensen zijn leven niet blootleggen. Het is lang vooral kort. Het gaat over winstbejag. En 100%. Winst. Iedereen wil winst. Ook daar van de bange kleine Tim, hè, die gewoon eigenlijk achter zijn computer wou produceren. Mm-hmm. Ze hebben die op de voorgrond geplaatst, beginnen dj'en. Dat was niet wie dat zwak, echt... zwak, ja. Geprofiteerd, drank, drugs. En ze hebben daar van alles, ze hebben die in zijn ziel gehapt. En nog gehapt en nog gehapt. En op den duur zei hij, dag. Dat vind ik echt erg. Dat was niet wie dat die was. Hoe dat je die bezig zag, dat was niet Tim. Heel triest. Zeker in die documentaire kwam dat heel hard naar boven van... Ja. Tim is inderdaad iemand... Kijk, down to introvert earth. Ook. Ja, zo. Introvert, ja. Dit is mijn leven, ik maak graag muziek. Ze hebben die willen veranderen. En ergens zal die in het begin wel gedacht hebben van... Alright, en het geld stroomt binnen. En vrouwen en rock and roll. En ergens doet dat wel iets met een mens. Ja. In het begin, hè. Maar je bent tegen je eigen aan het vechten, hè. Toch, want je bent zo niet. En dat keert, hè. Dat keert. Ja, ik kan dat heel goed geloven. Ik bedoel, bij mij heeft het stok gekeerd... Iedereen weet dat, hè. Ik ga er niet te veel over zeggen, maar ik ben ook opgenomen geweest met een eetstoornis. Bijna 5 maanden, dat is ook een beetje hetzelfde gegeven als je bent tegen iets aan het vechten, wat je eigenlijk niet bent. Hè. Ik ben op een trein gesprongen en alles ging maar vooruit en vooruit en ik kon mezelf niet meer inhalen. En mijn moeder viel ook weg op mijn 21. Mijn carrière begon pas, wow, heel heftig. Ik had geen controle meer over mijn leven. Alles werd gedaan of... Je agenda werd voor je geboekt. Oké, that's what you're gonna do. Wow. Kan dat niet af. En die eetstoornis was een soort van controle. Je hebt mensen die beginnen te drinken of die nemen drugs. Of, het is een verslaving eigenlijk. Hè. 100%. En ik heb me daarvoor moeten laten behandelen en een opname voor moeten ondergaan om mij terug op de rails te krijgen. Dus dat is een beetje hetzelfde... Ik wil zeggen, ik voel dat heel hard. En er zijn zo nog documentaires. Hè. Het is niet alleen van hem. Tuurlijk van niet. Van Whitney Houston, alleen noemt ze allemaal maar op. Amy Winehouse, nog zoiets. Nog zoiets, ja. Ah, vreselijk, vreselijk. Maar ik begrijp dat. Ik begrijp het. Dat je soms geld is... vies, hè? Ja, en in die wereld zit wel wat geld. En iedereen wil wel een portie van u. En dat is de beetje de vieze kant aan het artiesten showbiz leven. Hè? Als je op hoog niveau aan het presteren bent. Ja. Dat hoop ik van mijn leven nooit mee te moeten maken, Sam. Dat ze van mij dingen gaan willen en dat ik zo ga zijn van doe maar, pak maar, pak maar. Ik hoop dat ik daar ooit resistent kan tegen zijn. Ik moet daar niet bekend voor zijn, hè, maar gewoon zo als ik ouder word. Ja. Ik altijd kan blijven zeggen van... Nee. Me do me, you do you. Ja. Dat hoop ik altijd. Dat zal zo wel zijn. Ja, je weet dat maar nooit. Natuurlijk, hè. Ik denk, want ik voel al nu heel hard van... Ja, nee, en ik wil zo niet zijn. En je vecht ook, voel ik. Ze zijn een vechter. Ja. Maar soms moet je denk ik wel oppassen. Allee, dat is een raad, dat is geen ding of zo. Nee. Maar ik wil gewoon zeggen... Ik herken mijn eigen wel nu, ook van vroeger. Maar door zo... Het hard te zijn voor jezelf ook vooral, moet je ook rekening houden dat je ook deuren toehoudt, snap je? En dat je ook soms de fijnheid en de klein geluksjes in het leven ook niet meer toelaat. Ja. En daar moet je eigen voor wapenen. Behoeden, dat moet je echt want behoeden. Dat is jammer. Als je altijd van, ze gaan mij niet pakken en altijd met je geweer, bij wijze van spreken, klaarstaat van, ze gaan mij iets aandoen,
dan ga je automatisch ook de kleine dingen niet meer voelen. Die ook zo belangrijk zijn, snap je? Sowieso. En dat moeten we proberen, toch, ja. Ja, want nu, ik heb dan dit conceptje met een podcast. En dat daar is, haalde veel uit, hè? Dat is mijn baby. Dat is zo van mij. En maar dat is goed. Ik wil, allee, als mensen zeggen van, oh, kun je dat promoten of dat promoten? En dat zijn vrienden van mij, natuurlijk, met heel veel plezier. Dat is creatief, hè? Dat vind ik ook leuk. Maar ik wil niet dat hier nu iemand bij komt zitten en gaat zeggen van nu moeten dat doen en nu moeten dat zeggen. Oei, dat is ik was wel aan het zeggen wat je wel en niet. Nee, maar ik bedoel, als dat daar achter echt zo iemand achter de camera bedoel ik, hè. Dat zo komt zeggen van, en nu wil ik dat je dat vraagt aan haar of nu wil ik dat. Je hebt graag de regie in handen. Ik heb dat is mijn eigen baby en dat moet vloeien. Ja, dat moet zijn hoe jij het graag wilt. Voilà. Dat is uw ding, hè. Dat is toch zo. Daar is niks mis mee. Nee. En dat is heel onbelooflijk. Ik vind dat fantastisch. Ja, je doet dat keigoed. Ik vind het keileuk om zo gewoon te kunnen babbelen over wat er in mij opkomt. Voilà. En dat is zo van, oh, zo, ik heb een klein houvastje. Nou ja, ik ben het wel voorbereid, maar ik vind dat vooral leuk dat wat jij mij vertelt, ik kan daarop inspelen. Ja, tuurlijk. Keileuk. Dus dat is gewoon een gesprekje. Mm-hmm. Ik vond het echt super plezant dat je er waart. Hey, echt waar, Katrien. Dat is echt met heel veel plezier. Mijn stress is gewoon van mij afgevallen. Is het echt? 100%. Ah, dan ben ik content. Echt waar, ik vond het ik echt heb dat leuk. Heel graag gedaan. Echt waar. Ik ben happy. Knuffel. Kom hier. Kom hier, dat ik ga vastpakken. Oh. Echt goed gedaan. En bedankt voor de invitation. Ja, echt waar. Maar dus niet de laatste keer dat we elkaar zien. We gaan naar de kermis. En een pint pakken. En naar een show. En mijn oudjaar ga ik ook eens mee als ik eens thuis ben. Ja? En ik ga zorgen dat je niet teleurgesteld bent. Oh, pas op, je mijn hoge verwachtingen nu. Oh my god, wat een opdracht. Ik geef het al op. Nee, maar als je zo eens... als je zo eens ergens moet gaan optreden met nieuwjaar of zo? Ik laat het weten. En, of gewoon in het algemeen? Met de live show gaan er wel een paar shows ook in Vlaanderen zijn. En dan laat het maar weten en brengt uw vrienden maar mee. Ik kom echt met mijn vriendengroep af. Dik feest. Ik zou dat heel, heel fijn vinden. Ja? Echt? Ja. Oké, maar dan gaan we dat doen, hè? Ja, is goed. Ik heb genoeg vrienden, we pakken ze allemaal mee. Ja. Dat gaat echt plezant worden. Deal. Kijk naar uit. Dikke merci allemaal om te kijken, te luisteren en like en subscribe. Kaffeeklits als je het nog niet hebt gedaan. Tot snel! Doei!